Moeten kerken meer prioriteit geven aan evangelisatie en hoe pak je dat dan aan? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Nederland verandert steeds meer in een zendingsland. Woorden van directeur Klaas Haring van Verre Naasten bij het 40-jarig jubileum van de hulporganisatie afgelopen zaterdag. Straks een gesprek met hem over wat Nederlandse christenen kunnen leren van kerken uit ontwikkelingslanden. Maar eerst de vluchtelingen. Actiegroep We Gaan Ze Halen vertrekt morgenochtend naar Athene om 150 asielzoekers naar Nederland te halen. Staatssecretaris Harbers waarschuwt de actiegroep echter dat dit neerkomt op mensensmokkel en dus strafbaar is. Aan de telefoon Rico Voorberg, theoloog en oprichter van We Gaan Ze Halen. Goedenavond, meneer Voorberg. Goedenavond. Waarom wilt u deze asielzoekers naar Nederland halen? Nou ja, omdat we in die kampen zijn geweest en gezien hebben hoe het toegaat nu in Griekenland. En dat valt niet anders te omschrijven dan als een humanitaire ramp. Mm. Voor mannen, vrouwen en kinderen die van het grootste deel gevlucht is uit oorlogssituaties. En waar we gewoon niet Griekenland en Italië mee mogen opzadelen omdat zij toevallig aan zee liggen. Ja. Dat moet je gewoon met elkaar doen. Maar nou wil Europese regelgeving ons doen geloven dat die vluchtelingen in Griekenland asiel moeten aanvragen. Zeker. Dan heeft jullie actie toch weinig zin? Nou, het punt is dat op het moment de Grieken al heel lang roepen dat zij het niet aankunnen. Ja. En dat kan ook helemaal niet als je de aantallen ziet. Alleen de andere Europese landen vinden het eigenlijk heel prettig dat iedereen vastloopt in Griekenland. Dat vormt een mooie buffer tegen nieuwe vluchtelingen. Ja. Dat is natuurlijk super, super inhumaan. Dus Europa moet je mensen verdelen. Nou, dat hebben ze ook geprobeerd in 2015. 140.000 mensen, 160.000 over heel Europa verdelen. Dat is niet gelukt, maar dat is wel de goede intentie. Mm-hmm. Dus we moeten gewoon met elkaar de opvangproblematiek dragen natuurlijk. Anders loopt het echt gierend uit de hand. Ik bedoel, het feit dat Griekenland en Italië extreem recht zo opkomt, is omdat we niet op een fatsoenlijke manier met elkaar de opvangproblematiek dragen. Ja. Dan is 150 die u wilt gaan halen toch een druppel op de gloeiende plaat? Ja, dat is het zeker. Kijk, we hebben een petitie, een campagne gevoerd met Amnesty en andere partijen om eerst maar eens te beginnen met 1000 mensen. En die petitie loopt nog ruim 40.000 ondertekeningen. Maar ja, dat gaat natuurlijk allemaal langzaam. En het gaat allemaal veel te langzaam. Want ondertussen proberen kinderen hier zich van het leven te beroven omdat ze gewoon totaal wanhopig zijn. Ja. Deze zomer is er Artsen zonder Grenzen nog. Er zijn 3.500 kinderen in Moria alleen al, een van de kampen. Die moeten per direct worden geëvacueerd. Mm-hmm. Dat is december en er gebeurt echt helemaal niets. Ja, nou noemt staatssecretaris Harbers, ik zei het al, uw actie mensensmokkel. Schrikt u dat af? Nou ja, kijk, hij noemt onze actie geen mensensmokkel. Hij noemt het zonder toestemming over grenzen verplaatsen van vluchtelingen mensensmokkel. Maar dat gaat u toch doen? Nee. Nee, daar staat ik in het stuk hoor. Wij gaan naar Griekenland, wij vragen toestemming. Wij vragen om de juiste papieren. En zeggen, wij hebben ruimte voor 150 mensen. Zonder toestemming gaat er niemand bij ons in de auto. Is nooit het plan geweest, zal het ook nooit worden. Oké, u vertrekt morgenochtend naar Athene, heb ik begrepen. Hoe gaat u dat aanpakken? Ja, in de auto stappen en gas geven. Ja, maar die mensen mee terugnemen als u toestemming krijgt? Dan lopen ze aan boord en rijden we terug. U heeft genoeg vervoer daarvoor? Ja, we hebben ruim 25-30 auto's en we hebben een enorme harmonicabus gesponsord gekregen. Ja. Dus die hebben we overgespoten in een mooie We Gaan Ze Halen kleur. En samen kan er ongeveer 150 mensen in. Dank voor dit gesprek, Rico Voorberg. Dank u wel. Dan naar het onderwerp van vanavond. Nederland is een van de meest seculiere landen geworden. En dus het nieuwe zendingsland. Reden voor hulporganisatie Verre Naasten om naast al hun projecten in het buitenland ook een zendingsproject in Nederland op te starten. In de studio Klaas Haring, directeur van Verre Naasten. Goedenavond, meneer Haring. Goedenavond. Ja, Nederland is een zendingsland. Van waar die stelling? Tja, nou ja, gisteren is er een rapport uitgekomen en er zijn natuurlijk meerdere rapporten uitgekomen. En ook zonder rapporten kunnen we constateren dat er heel veel mensen in Nederland, overigens in heel West-Europa, Noordwest-Europa, dat die niet meer naar de kerk gaan, dat ze niet meer geloven in een God. Ja, u doelt op het SCP-rapport. Iedere dag 267 Nederlanders gaan uit de kerk. Klopt.
Dat klopt. Maar er komen toch ook mensen in de kerk? Ja, gelukkig wel. Ja. Gelukkig wel. Maar 14% van de Nederlandse bevolking gaat nog periodiek naar de kerk. Mm-hmm. Dat is heel weinig. Ja. Als ik in het westen loop, ik woon zelf gelukkig op de Veluwe, en daar zijn gelukkig nog heel veel christenen. Maar als je in de grote steden loopt, dan zijn er heel veel mensen die weten echt niet meer wat christelijke religie is. Die weten niet meer wat de Bijbel is, ze weten niet meer wat het Oude Testament is en het Nieuwe Testament. En ik kwam laatst een student tegen die zei, maar Jezus had toch 7 vrouwen? Dan ben je student op de universiteit in Nederland opgegroeid en je weet er helemaal niets meer van. En waarom is dat zorgelijk? Omdat ik geloof dat Jezus een bevrijder is. Ja. En ik geloof dat Jezus nu al bevrijdt en dat hij in de toekomst nog veel meer bevrijdt. Mm-hmm. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En die boodschap wil ik graag aan mensen doorgeven. Ja. Is dit nou voor u een reden om te somberen of een soort wake-up call? Dat u zegt, we moeten aan de slag met z'n allen. Ik somber nooit. Daar ken ik te veel mooie verhalen van hoe God doorwerkt in geschiedenis en doorwerkt in bepaalde landen. Dus ik somber nooit. Daar heeft u geen plek voor? Ik ben optimistisch en positief. Maar ik vind wel, en we krijgen dat ook uit onze achterban te horen. Van jullie zitten in 30 landen. Mm-hmm. Jullie hebben 80 partners wereldwijd. Jullie zitten in dat verre Indonesië en in India en in Brazilië en in Afrika, prima dat je daar zit. Maar is het ook niet goed en is het ook niet verstandig om ook in Nederland projecten te ondersteunen? Ja. Maar uw organisatie heet De Verre Naasten. Dan verwacht je niet dat je je buurman ook gaat. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Wat is ver, hè? Ja. Onze slogan is geloof delen wereldwijd. En wereldwijd is inclusief Nederland. Ja. En wij zien daar mogelijkheden. Ja. Wat kunnen we in Nederland leren van christenen in het buitenland? Nou, dat vind ik heel mooi. Ik werk nu weer een aantal jaren voor die mooie organisatie Verre Naasten. Ja. Ik kom in contact. Ik heb het voordeel en het geluk dat ik in contact kom met geloofsgenoten, broers en zussen wereldwijd. En wat je daarvan kunt leren is die missionaire drive die de mensen hebben in India, in Brazilië, in Afrika, om te praten over het grote geschenk wat zij hebben leren kennen. Mm-hmm. Over die bevrijdende God. En dan zie je echt dat christelijke religie ook een emancipatorische beweging is. Ja. Je kunt geen kerk zijn in India zonder dat je omziet naar kastelozen. Je kunt geen kerk zijn in Zuid-Afrika zonder dat je omziet naar mensen die besmet zijn met AIDS. Maar met alle respect, we hebben net over vluchtelingen gehad. De kerk kijkt om naar vluchtelingen. De kerk kijkt om naar dak- en thuislozen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Gelukkig zijn er heel veel christenen, maar ook andere mensen, die hele goede dingen doen. Mm. En die vrijwilligerswerk doen, mantelzorg, vluchtelingen, voedselbank enzovoort. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen in Nederland geconfronteerd worden met die blijde boodschap van Jezus Christus. Ja. Maar in hoeverre moet iedere kerk dat dan doen? Want je kunt ook zeggen, er zijn traditionele kerken, die zijn wat meer naar binnen gericht. Ja, in plaats van naar buiten gericht. Klopt. We hebben wel eens over de ware kenmerken van de kerk. Mm-hmm. En ik heb een andere kenmerken dan de traditionele kenmerken. Maar ik denk, geloven doe je niet in je uppie. Geloven doe je met broers en zussen. Ja. Dus de innerlijke cirkel. Als je als kerk geen oog hebt voor je omgeving, in woord en daad, dan ben je geen knip voor de neus waard. Ja. Dat heb ik geleerd van mijn Indiaanse broeder en de broeders uit Zuid-Afrika en zussen. En je bent wel heel dom als je geen contact hebt met die wereldwijde kerk. Dat je niet laat verwonderen wat God doet in al die andere landen. Mm. Dat kan jou zelf ook positief beïnvloeden. Ja. Nou, als je naar die drie elementen kijkt, dan zal het heel goed zijn dat ook de kerk in Nederland gericht is. Natuurlijk op zijn eigen leden, maar net zo goed op hun eigen omgeving. Ja, u zegt dat merk ik meer in het buitenland. Kunt u daar een praktisch voorbeeld van geven? Daar kan ik een voorbeeld van geven. Als je kerk bent in Zuid-Afrika, waar zo'n ongelofelijke grote AIDS-epidemie is geweest en nog steeds aan de hand is. Waar je ziet dat mensen die besmet zijn met AIDS aan de kant geschoven worden, genegeerd worden. En daar zie je christenen naar die hutten toe gaan, naar die huizen toe gaan om die oude zieke mensen op te zoeken. Met ze te bidden, soms te wassen, soms voedsel te geven. En daar gaat zo'n ongelofelijke kracht van uit. Ja.
Als je de kastelozen hebt in India, die door iedereen genegeerd worden. Het zijn juist christenen die proberen daar aandacht voor te hebben. Wij ondersteunen een christelijk hospitaal in India. Mm-hmm. En dat moet natuurlijk gewoon draaien. Er moet inkomsten komen. Ja. En ze vragen ook geld daarvoor, zeg maar, voor operaties en medische behandelingen. Ja, het aloude ora et labora schetst u dat eigenlijk klopt. Bid en werk. Dat klopt. Ja. Maar wat er nog wel bij is, en dat vind ik heel mooi, wat ik juist ook heb geleerd in India, maar ook in Zuid-Amerika en Brazilië, is dat zij doen meer dan alleen maar goede dingen doen. Zij proberen echt dat woord en de daad met elkaar te verbinden. Ja. En dat vind ik een mooie uitdaging, ook voor Nederland. Zodat het bijna een eenheid wordt. Het wordt een bijna eenheid. Ja. We praten tegenwoordig ook niet meer over zending of zo. Want zending, dat was vroeger het woord. En je had dan ook wat hulpverlening. Dat was de daad. Ja. Het is veel meer geïntegreerd. Integrale zending of integrale mission noemen we dat. Ja, waarbij zending misschien nog voor jongeren wel een heel andere betekenis heeft. Ja, dat klopt. Als ik aan mijn dochters vraag wat is zending, dan zeggen ze de DHL-pakketje van A naar B sturen. Ja. Ja, en dat deden we vroeger ook. Wij hadden iets en wij gingen dat naar ergens anders brengen. Nu heb je andere landen die zendelingen sturen naar Nederland toe. Nou, absurd natuurlijk, terwijl er nog zoveel christenen zijn. Omgekeerde terwijl wereld. Wij onze taal en cultuur kennen. Ja. En, is dat overigens nodig dat die andere landen zendelingen naar ons toesturen? Ik ben er niet zo'n voorstander van. Het klinkt natuurlijk heel sympathiek en het is waarschijnlijk ook een drive, een innerlijke drive om dat te doen. Maar ik denk van, er zijn zoveel mensen hier in Nederland die nog christen zijn. Wij hebben geld, wij kennen de context, wij kennen de cultuur. Laten wij onze verantwoording pakken en hier in Nederland bezig gaan. Ja. Wij zenden als verre naasten ook geen mensen meer uit naar het buitenland. Mm-hmm. Nee, wij sluiten aan bij capaciteiten en talenten en personen die God daar al heeft geplaatst. En die zijn er gelukkig ontzettend veel. Ja. Nou, zou je kunnen zeggen, er is een lichtpuntje, want ik noemde dat SCP-rapport. En daaruit blijkt ook dat jongeren die zich bekeren, die gaan steeds overtuigender geloven. Ja, dus klopt. Dat is een positieve wending. Ja, dat is een hele positieve wending. En de mensen zoeken ook vaak handelingsperspectief. Men wil wel heel graag wat. En je ziet als je activiteiten doet. Wij ondersteunen een project ergens in het zuiden van het land, in studentensteden. Ja. En daar komen ze in contact met studenten uit India en studenten uit China die daar tijdelijk studeren. Die probeer je te connecten aan de traditionele kerken die daar al zijn. Mm-hmm. De gereformeerde kerken of Nederlands gereformeerde kerken. Ja. En je ziet daar ook een totale vernieuwing in die gemeenschappen ontstaan. Ook in die kerken. Het is goed dat wij af en toe bekeerlingen binnenkrijgen in een kerk. Dan verwonder je ook wat God kan doen. Ja. Voor ons, ik ben tenminste al veel generaties gelovig, is het vaak zo normaal. Het is bijna, het kabbelt soms ook wat voort. Ja. Als er nou mensen zijn die zeggen, die haring die heeft een punt. We moeten meer naar buiten treden. Ja. Geeft u eens dan praktische tips om dat te doen? Ja, dat is per locatie is dat verschillend. Maar ik vind als je in een studentenstad bent, waar zoveel buitenlandse studenten zijn, is dat een mooi ding. Ja. Ik ken van Spakenburg bijvoorbeeld. Spakenburg heeft gezegd van, hey, kunnen jullie ons helpen? Uiteindelijk hebben ze het zelf gedaan, maar kunnen jullie ons helpen? We hebben zoveel vluchtelingen hier in het dorp. En we willen gezamenlijk met de kerken, de verschillende kerken die hier zijn, iets betekenen voor die vluchtelingen. Mm-hmm. En die zijn begonnen met een koffieavond of allerlei activiteiten die ze 's avonds doen. Nou, fantastisch. Ja. Maar ook vluchtelingen die hier zijn. Wij ondersteunen een vluchteling in Harderwijk. Die komt uit Pakistan. Die was in zijn eigen land evangelist. Wij ondersteunen hem een beetje. We koppelen hem aan een traditionele kerk in Harderwijk, zodat hij ook een sparringspartner heeft, zodat hij ergens ook terecht kan met zijn verhaal, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen, zodat ze voor het werk kunnen bidden. En die man die gaat fantastisch zijn eigen gang en die bereikt ontzettend veel Pakistanen hier in Nederland. Mm-hmm. Fantastisch. Yeah. De stad Groningen is bij ons gericht op projecten in Europa. Daar zijn zoveel Duitse studenten. Hey, maar als jij in Europa gericht bent, kun je met die ervaring ook iets doen voor je eigen studenten die daar in de stad zijn? Kun je daar krachten bundelen? Ja. Als wij een predikant uit India bijvoorbeeld hebben die hier in Nederland op bezoek komt bij ons, en wij kunnen hem inschakelen bij die studenten in Eindhoven of Tilburg die daar studeren uit India, is een prachtige wisselwerking. Ja. Tot slot, moet u de naam van uw organisatie niet veranderen? Waarschijnlijk gebeurt dat nog wel een keer. En daar maken we de naasten van of zo. Geen naasten, idee. Dichtbij, naasten. Geen idee. Het gaat niet om de naam. Het gaat om onze missie. Wij willen heel graag, dat is ons verlangen, geloof delen wereldwijd.
We hebben een hele grote achterban hier in Nederland. Als we daarin kunnen faciliteren, als we daarin kunnen stimuleren, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En je zult zien dat het ook zegen geeft op je eigen gemeente. Want gemeenten hier in Nederland hebben af en toe bekeerlingen nodig. Dank Klaas Haring van de Verre Naasten. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen, Beleven en Welzijn, zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.